In de Hue-applicatie kun je uiteraard heel eenvoudig al je lampen bedienen, maar je hebt ook routines en dat zijn specifieke setten van regels waarmee je de lampen precies aan en uit laat gaan op tijdstippen die jij fijn vindt. Als je in de applicatie naar routines gaat, heb je een lijstje waarvan de eerste Home and Away is en dat is volgens mij ook een van de tofste features van Philips Hue. Deze feature zorgt ervoor dat op het moment dat jij in de buurt komt van huis, als jij van je werk komt, de lampen automatisch aangaan als jij in een straal van 50 meter komt. Of als je 's ochtends naar je werk gaat, die zelf niet handmatig de lampen uit hoeft te doen, maar ze uitgaan op het moment dat je met de auto de straat uitrijdt. Als tweede heb je Wake Up en dat spreekt eigenlijk voor zich, waarmee je 's ochtends op een bepaald tijdstip kan instellen dat de lampen geleidelijk iets helderder worden, zodat je heel fijn en geleidelijk wakker wordt. En uiteraard kan het andersom ook op het moment dat je gaat slapen, de lampen in de woonkamer uiteraard automatisch uitgaan en ook de lampen in de slaapkamer heel zachtjes aan steeds donkerder worden. Daarnaast heb je ook andere routines om de lampen automatisch aan of uit te laten gaan. Op het moment dat bijvoorbeeld de zon opkomt of ondergaat, wat natuurlijk ook heel fijn is, zodat je nooit nodeloos de lampen aanzet. En heb je dingen zoals een timer, bijvoorbeeld op het moment dat je gaat koken. En je naast een geluidssignaal ook nog eens een visueel signaal hebt, dat bijvoorbeeld je eieren goed hard gekookt zijn. Nou, met al deze routines kun je de Hue-lampen helemaal aanpassen op jouw wensen. En worden ze automatisch gebruikt op manieren zoals jij dat fijn vindt.